midweekje weg in Zandvoort. Oh my god. Deze jas is echt... Hoi, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik niet in mijn huis, zoals je kan zien. Ik ben namelijk met mama een midweekje weg in Zandvoort. En we gaan heel veel leuke dingen hier doen. Ik dacht, ik laat eventjes deze super cute studio zien die we hebben geboekt. We zijn hier met meneer. Say hi! Jingo past weer in het interieur. Nou, dit is als je binnenkomt. Hier is de trap naar boven. Love this. Hi, schatje. En dan is dit de bank. We hebben ook een terrasje. En we zitten dus echt 5 minuten lopen naar het strand. Het is echt zo klein en cute. En die vrouw is ook echt super aardig. Nou, leuk stoeltje, tafeltje, keukentje. Ga je naar boven. En dan is dit de slaapkamer. Ja. En dan hier de badkamer. Wauw. Echt, die douche. Zo nice. I want this. Zo'n regendouche. Oh. Mama en ik hadden als idee om eventjes gewoon een midweekje eruit te gaan. We zijn helemaal niet op vakantie geweest. Dus ja, we dachten lekker naar Zandvoort, naar het strand. Hopelijk zit het weer een beetje mee. Maar gewoon lekker uitwaaien naar hotspots en naar veel kringlopen, nieuwe. Ik ben nog nooit in Zandvoort geweest. En mama is misschien 2 keer in Zandvoort geweest. En hier in de buurt heb ik natuurlijk vet veel. Dus wordt leuk. Lichtje uit. Is dit het licht? Nee. Oké. Okay. Het is ook echt heel cute. Oh, hier. Zo. Ik heb mijn diffuser meegenomen. Om hier zen te blijven, Jingo. Voor de zen. De zenheid. Stay calm, stay calm. And just breathe. Stay calm, stay calm. And just breathe. Do you feel the fear, my baby? It's alright, it's alright, it's alright. Wat heb jij gekregen? Het is een vos. Ik ben voor mama en mij een pokeball aan het maken. Ik heb radijs, paprika, komkommer, avocado. Die moet wel echt even opgegeten worden. Dat is echt bijna niet meer goed, maar ze zijn nog wel oké. We hebben garnalen, sojabonen en rijst. Dus, yummy. Tadaa. Oeh, yummy. Jongens, ik ben echt in love. Mama kwam gisteren met cadeautjes. Echt super lief. En ze gaf me onder andere deze vet mooie planner. Ik wil het jullie even laten zien. Sowieso dit. Echt oh, love. Kijk hoe leuk. Jullie weten dat ik bezig ben met intenties elke keer zetten. Elke dag. Dus intentie voor de maand. Motivational quote. Mijn focus deze maand. En dan kijk hoe leuk. Wie wil ik ontmoeten? Wat ik wil zien en doen. Selfcare momenten, terugblik reflectie. Oh my god, I love it. Balanscheck, hoe voel ik me? Body, mind, soul. Ik sta mezelf toe om. En hier heb je moon journal. En dan heb je hier een weekplanner. Echt vet nice. Dus heb je gewoon alle dagen van de week. En dan hier weer intentie, inspiratiemomenten dankbaar voor. Mini vision board. Persoonlijk werk. Kijk. En dit vind ik ook echt super leuk. Favorieten. Boeken die ik las. Films die ik zag. Leuke dingen die ik deed. En dan kan je dat zo teruglezen. Ook nog bullet journal. Wat wil ik bereiken? Werk. Wat wil ik? Waarom wil ik dit? Zo nice. I love it. Het is best wel dik. Mooi. En dan kan ik nog dit geven. Echt super lief. Intuition journal. Dit is gewoon een journal met van die quotes erin. En ik had ook nog deze. Echt super cute. Moon intentiekaarten bij elke fase van de maan.
Kijk, en dan bijvoorbeeld stel je voor het is full moon. Dan heb je hier gewoon intenties. Goede tijd voor en mantra. Ja, echt heel leuk. Hallo, hallo. Wij zijn in Rataplan in Haarlem. Ik hoop dat jullie me horen. En we dachten even spontaan even kringlopie. Misschien hebben we dit keer wel geluk qua winterkleding, man. Jongens, ik zie truien. Yeah. Oeh, heel nice deze. Collection L. Deze is best wel nice. Kijk, even deze. Hmm. Oh, het zijn veel gaten. Oh, dit is wel echt een heel lekker vest. Oeh, nice. Een soort beige-achtig. Oh, wat is dit? Oh, nee. Dat ging dan weer, hè? Oh my god, ik vind dit echt heel cute. Ik vind wel een beetje vies, maar kijk hoe cute. Die is leuk, toch? Vies uit? Oh, deze is heel leuk. Yay. Oh my god, ik ben in love. Maar hier zit een vlek, mensen. No. Denk je dat ik dit eruit krijg, mama? Nee. Zo leuk. Ik ga deze twee even ook passen. Ik zie net deze jas. Kijk, wel heel erg mooi. Ik moet even passen en ik zag ook deze, maar deze een beetje zo'n dikkere bomber. Oh my god. Deze jas is echt te mooi. Wow. Deze jas is volgens mij gemaakt. Ik moet hem wegnemen. Dit was ook wel heel erg mooi. Oh, wow. Look. Ja, als jullie ooit een winterjas nodig hebben, ga naar deze Rataplan. Echt. I love it. Oh, ze hebben ook trenchcoats. Mijn favoriete gedeelte. De mannenblazer. Deze is wel mooi. Kijk, de stilo. I love it. What is this? Ja, yeah, I like this. Kijk deze. Dit zijn dus Uggs. Echte. Het zijn wel mijn maat, maar gewoon als super. Super lekker warm. Volgens mij is het echt mijn maat. Het zijn 7,50. Ik ben heel eerlijk, ik haat Uggs, maar voor sloffen. Amazing. Ik heb net ook even een riem gevonden. Ik heb echt één nodig. Deze is 3,50. Weet je hoe warm die zijn? Echt die spiegels. Ik ga stuk. Maar echt. Echt perfect. Echt perfect. Ik vind het echt leuk dat die. Ik heb dus niet het allerhandigste aan natuurlijk om te passen. Want dit is dus een jurk. Dus ik doe het even overheen. Wat vinden we hiervan? Ja, wat vinden we? Ik hou wel een beetje van die cozy, zo'n beetje grandma stijl. En als je dit in die van mom jeans of zo doet. Ja, ik hou ervan. En dan natuurlijk zonder die kool. Nog zo.
Ja, en ik ga het er gewoon denk ik op wagen. Ik ga het gewoon proberen uit te wassen. Ik weet niet hoeveel deze is. 4,50. Ik vind deze rattenplan best wel prijzig. Kijk, voor een jas vind ik hem echt helemaal niet duur. 8,50 voor een winterjas. Dat vind ik dan echt niet veel. En dan heb je dit 4,50. Dan denk je, ja, ik ben wel benieuwd. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik dacht, dit is best wel leuk. En ik vind allemaal leedjes zo lekker cozy, lit, weet je. Kijk hoe klein mijn armpjes zijn. Dat komt omdat ze zeg maar zo laag zitten. De vibe is er. Want ik had echt zin in zo'n cozy vest. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. Maar snap jullie wat ik bedoel? Kijk. Ik weet het niet. Oké, ik ga sowieso voor die trui. En voor deze jas. Dan gaan we nog heel eventjes kijken verder bij de kleding. En ook nog, we gaan ook nog naar boven, nee, naar beneden. Naar beneden. Voor meubels en interieurdingen en zo. Maar kleding hebben ze echt veel. Oeh. Kijk, perfect jas gevonden. Ik had net zoveel paniek. Ik dacht dat ik mijn telefoon kwijt was. Ik kom dus die paskamer uit en ik zeg tegen mama, waar is mijn telefoon? Niks in mijn tas. Helemaal niks. Ik helemaal in stress. Wij zoeken in die kringloop. Wij onder het kijken. Ik denk, oh, ik heb het in die andere jas per ongeluk gedaan. Ik dacht, what the fuck? Ja, niks. Dus ik tegen die vrouw, heeft een telefoon gezien? Nee. Ik in die paskamer nog gelijk. Niks. Ik ren naar de auto. Letterlijk, want ik dacht, dan is hij in de auto gevallen. Maar het leek me echt heel sterk. Wij bellen. Niemand. Ik denk, daar gaan we. Ik heb hem ergens per ongeluk neergelegd. Iemand heeft hem gepakt. Of hij is ergens onder de kleding gevallen. Dus ik ren naar de auto. Ik ren als een gek helemaal zo'n winkelkutcentrum. Ik rende eerst verkeerd, man. Hij lag in de auto. Hij was uit mijn tas gevallen op de grond. Goed. Nou, hij heeft dus niet de benedenverdieping gedaan. Weet je? Andere keer. Nou, dat was het. Hij doet het al goed, weet je wat? Let's go home.